Wat we hier in Utrecht doen is dat we onderzoek doen naar nieuwe concepten voor medische voeding en voeding voor vroeg in het leven, dus of zwangeren of baby's. En het is een enorme uitdaging om vanuit de Bertha-faculteit, het departement farmaceutische wetenschappen, hier aan mee te werken. Nou, het bijzondere van de life sciences op dit moment is dat ook door discussies met de Wereldgezondheidsorganisatie dat wij steeds meer geneigd zouden moeten zijn of energie zouden moeten steken in het ontwikkelen van nieuwe concepten die ziektes voorkomen. Maar ja, niet een rare gedachte, want voorkomen is beter dan genezen en uiteindelijk scheelt dat ook onze samenleving enorm veel geld. Een heel mooi voorbeeld is dieetconcepten die we hebben ontwikkeld voor kindertjes die lijden aan fenylketonurie, zogenaamde PKU, wat al wordt ontdekt als je net geboren bent, middels de hielprik. Nou, bewezen is dat als je daar een heel specifiek dieet voor ontwerpt zonder fenylalanine, dat die kinderen dan geen hersenschade krijgen. Dus food en pharma komt steeds dichter bij elkaar en een enorme uitdaging om dat hier in Utrecht te doen. Sinds 2005 doen we dat, samenwerken met Nutritia vanuit de Bertha-faculteit. En nu is het eigenlijk maar 2 minuten lopen. En dat maakt de samenwerking heel plezierig, heel efficiënt. Je moet je voorstellen dat de IO's in mijn groep, die bij de Bertha-faculteit in dienst zijn, die kunnen nu zo even in 2 minuten naar het gebouw van Nutritia Research lopen. Omdat daar apparatuur en machines staan die wij niet hebben binnen de academie. Maar andersom ook, mensen uit mijn groep binnen Nutritia, die bepaalde apparatuur nodig hebben wat bij Nutritia niet aanwezig is. Ja, die doen dat binnen het David de Wiet gebouw. En op die manier krijg je bijna een soort van bewegend lab. Mensen lopen naar elkaar toe en praten met elkaar. En het is fantastisch om te zien hoe dat werkt. Denk daarbij niet dat het heel erg bedrijfsmatig is. Het gaat om open source innovatie. Het is echt use-inspired fundamental research. Het is niet dat we zomaar producties die al op de markt staan zijn aan het testen zijn. Als een soort van contract research. Dat doen we niet. Het gaat echt puur om fundamental onderzoek. Wat uiteindelijk hopelijk leidt tot betere en vernieuwende concepten voor de preventie, maar ook behandeling van, in mijn geval, immuungerelateerde aandoeningen.